allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik wil jullie vandaag een design laten zien, een marble design. En ik ga gebruik maken van gel polishes en natuurlijk de through the looking glass glass polishes. De producten die ik ga gebruiken zijn white is white gel polish. Mijn eerste laag ga ik maken met een transparante wit. Dus ik mix mijn white is white gel polish met mijn detailer 3. Het is helemaal niet erg als het niet egaal is. Dat geeft straks juist het hele gave effect. Dit lak ik af. En ik doe hem in de lamp. 30 seconden cure. En dan gaan we verder met de tweede laag. De glaspolishes zijn natuurlijk transparant. Dus hier heb ik, die ga ik dus ook niet mixen met base en top. Maar zometeen mijn bruin, de Chocolate Delight, die ga ik wel mixen met mijn base en top. Dus ik pak een beetje Cyan Blue. En die drapeer ik over mijn nagel. Sommige stukken zullen transparanter zijn, andere meer kleur, maar dat is juist heel gaaf. Rol je penseel leeg. Mix je Chocolate Delight met je base en top. En leg die langs die rand. Ook vooral niet nadenken waar je je kleur neerlegt. Gewoon doen. Dat geeft het gaafste effect. Nu ga ik mijn lege plekjes nog een beetje kleur geven. Met mijn groene glass polish. Dan ga ik misschien een beetje mixen. De cyan blue. Met mijn groen. Even mijn penseel droog. De mix wit, dus met die base en top, dan ga ik eigenlijk en nu pak ik stukjes folie. En die leg ik in mijn design. Ik heb op voorhand al wat uitgeknipt. Kleine stukjes. Nou, deze doen we heel even 10 seconden in de lamp. Dan weten de stukjes dat ze daar moeten blijven liggen. En daarna lak ik hem af. Nou, hij is nu uit de lamp gekomen. Dus nu lak ik hem heel even af met een dun laagje base en top. En dan gaan we verder. 30 seconden in de lamp. En als hij uit de lamp is gekomen, nu ga ik kleuren weer over mijn gouden folie plaatsen. Beetje blauw. Eigenlijk alle kleuren herhaal ik nog een keer. Zo, hij is nu uit de lamp geweest. En nu ga ik, want Marben heeft altijd hele mooie van die wiebelige lijnen. Dat ga ik nu met een langer penseel, de Pepijn's Choice, die ga ik daarvoor gebruiken. Dus kijk maar even mee. Ik ga nu die lijnen maken echt met de whitest white gel polish. Omdat ik echt meer kleur wil. Ook weer niet nadenken, gewoon doen. Een beetje wiebelig. En die blend ik een beetje uit. Maak ze wat hoekiger. Ik heb het, die laatste stap die heb ik dus nog een keertje gedaan. Her en der iets meer uitgeblend, dus nog iets meer wit. En nu ga ik eigenlijk die wiebelige lijntjes nog een keer doen, maar dan met zwart. En nu volg ik eigenlijk een beetje die witte lijnen. Dan zou je nog kunnen zeggen, ik blend het her en der een beetje uit. Laatste stap. Ik lak zo meteen mijn design af met base en top.
En dan ga ik eigenlijk die lijnen die ik net al heb gelegd in die natte laag van die bezentop leggen. En dan is je design klaar. Dus ik lak hem af. Doe dat niet te dik. Omdat je bezentop toch de neiging heeft om dan te gaan lopen. Ik pak mijn Pupijn's Choice. En ik veeg echt over die lijn in de laag van de bezentop. Nu maak ik mijn penseel schoon. En ik volg die laag nog een keer. Met White is White aan mijn penseel. Natuurlijk moet je dit nog even aflakken. En of je dat glanzend doet of mat, dat is aan jou. Wat jij mooi vindt. Ik hou in dit geval wel van glanzend. Dus ik heb ervoor gekozen om de Supreme Finish eroverheen te doen. En dan is dit je eindresultaat. Maar hoe leuk is het om dit design in een andere toepassing te doen. Dus het is een inlay, marble en leuk met onze nieuwe folie, stickers. Ik hoop dat je het leuk vond. Graag tot de volgende. Doei doei!